Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Minister Ramdi neemt voorzitterschap CDCC over. Parlement geeft goedkeuring voor wetproductschappen. Landbouwdirecteur Jairam gaat in op training waardeketenontwikkeling SAMAP. En president Santokki te gast bij workshop Mentale Gezondheid. Minister Albert Ramdin heeft op vrijdag 14 oktober 2022 het voorzitterschap van de Caribbean Development and Cooperation Committee, CDCC, overgenomen. Hij zal dit orgaan voor de komende 2 jaar leiden. De CDCC, een regionale vergadering op ministerieel niveau, heeft eerder op de dag in de bankethal van Hotel Torarica haar 29ste meeting gehouden. Bij deze gelegenheid heeft minister Ramdin als incoming voorzitter zijn statement uitgesproken. Wij voeren u terug naar de reden van de nieuwbakken CDCC-voorzitter. But the leadership of St. Vincent and the Grenadines of the CDCC in the past 2 years, turbulent times in many ways, and particularly presiding over the 7th CDR, is to be recognized and important in the context of creating unity and a shared vision for this community. We hope and we commit to build our work done by St. Vincent and the Grenadines during their tenure, especially for Suriname being in a unique position as a leading voice of the Caribbean regional, as chair of the Caribbean community, and as today taking over the chairmanship of CDCC. And I'm very pleased, although it's still a virtual meeting as well, but Ms. Qualls, I hope that we can move to a situation where these meetings, where we need to see each other, talk to each other, relate to each other, and exchange views beyond the formal settings, that in the future we can continue with CDCC to be held as a full in-person meeting. And of course, there will be other opportunities to discuss matters virtually, but I think when we speak about these meetings, these high-level representatives, it's good to have everybody in the room because that adds to the strength of the conference and of the discussions which we will have. As Minister Matura, the Minister of Defense, but also Acting Minister of Foreign Affairs, would have informed you during your opening of the CDR, I attended the annual IMF World Bank meetings in Washington, D.C. over the past few days, where we discussed very challenging financial circumstances, not only for the developing countries, but certainly for the developed world as well. And I'll come back to this later on. But the vulnerability that this creates, I should say the additional vulnerability this creates for the already vulnerable countries in the Caribbean, small island economies, and countries with low-lying coastal areas, is of course something which will draw our attention. And I think maybe in one of our first meetings, virtual, we must review the outcome of the annual meetings of the IMF and the World Bank in the context of new elements which have been being proposed and new instruments which have been proposed. So I think that will give us an opportunity to evaluate where the Caribbean stands in terms of its opportunities to resolve some of the pressing issues which we have in our economies.
De Nationale Assemblée heeft goedkeuring gegeven voor de wet productschappen. Dit gebeurde op dinsdag 11 oktober 2022, waarbij de ontwerpwet houdende regels ter instelling van productschappen met 26 stemmen voor en 15 tegen werd aangenomen. Met de instelling van het productschap hoopt de regering verschillende sectoren en subsectoren in de agrarische sector beter aan te sturen met betrokkenheid van de sectoren zelf. U hoort onder meer minister Parmenant Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voorzitter, het is velen van u bekend dat er al een wetproductschap voor rijst was voorgesteld. Dat ligt er. Dat moet misschien nu even geactualiseerd worden. En zoals de nieuwe wet het zal aangeven, zal dat per staatsbesluit ingesteld worden. Ik kan u al erbij vertellen dat er diverse gesprekken geweest is met de visserijsector. En zoals u allen weet, zijn daar zaken daar veel beter georganiseerd en gereguleerd. En die hebben ook aangegeven dat ze belangstelling hebben voor een productschap voor de visserij. Een volgende vraag van het lid Debbie. Hij verwijst naar MOP 2022-2026. En hij geeft aan dat productschap aquacultuur is opgenomen daarin, welke in derde kwartaal 2025 gerealiseerd zou worden. Voorzitter, productschap aquacultuur zal ondergebracht worden als onderdeel van de visserijsector, dus productschap visserij. Het FNL had vraag gesteld omtrent de instituten welke wij in het verleden gekend hebben. En ze verwijst naar de Nationale Rijstraat. Ze verwijst ook naar het Rijstinstituut. Voorzitter, we hebben in de jaren 80 het instituut Surexco gekend. En ook de overige instituten die hier genoemd zijn, geeft alleen maar aan van hoe de sector toen succesvol centraal aangestuurd werd. We hoeven niet eens te zijn met hoe die organen bemand waren, maar je hebt wel tot een zekere hoogte een centrale aansturing van de sector, waardoor we duidelijke resultaten hadden geboekt. En nu hopen wij, nu met de instelling van zo'n productschap, het veel beter te doen dan zoals het toen was. Goed, dank u wel. Wet van houdende regels ter instelling van productschappen. Wet productschappen, artikel 1 tot en met 5 woord op stemming. Artikel 6 tot en met 10 woord op stemming. Artikel 11 tot en met 15 woord op stemming. Artikel 16 tot en met 20 woord op stemming. Artikel 21 tot en met 26 woord op stemming. Stemming, considerans en intitulé woord op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Okay. 26 voor en wie is tegen? Vijftien tegen, dus dat betekent dat die wet is aangenomen met 26 stemmen voor en 15 tegen. Op donderdag 13 oktober 2022 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, een driedaagse training in waardeketenontwikkeling georganiseerd. Deze training is bedoeld voor LVV'ers betrokken in de agrarische sector om deze waardeketens te begeleiden, stimuleren en ontwikkelen. Waarnemend directeur Landbouw Sudeshchand Jairam gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname in op de meerwaarde van de training. Die
zeggen dus dat deze training past binnen het beleid van het ministerie van LVP. U weet dus dat het beleid van het ministerie gericht is op garandering van de voedselzekerheid. En binnen dat kader proberen wij natuurlijk dagelijks de productie te faciliteren langs verschillende kanalen. We proberen natuurlijk sowieso de infrastructuur te verbeteren, waterhuishouding, waterafvoer, wateraanvoer, kunstwerken, droog- en natte infrastructuur. We proberen kennisontwikkeling op te voeren. We proberen daar in dat kader natuurlijk ook trainingen te draaien. We hebben de laatste maanden 4 trainingen gedraaid over plantvermeerdering. We hebben trainingen gedraaid over good agriculture practices. We zijn nog bezig en in dat kader hebben we ook veel samenwerkingsverbanden met andere instituten, opleidingsinstituten, ook met de universiteit. En natuurlijk proberen we ook de wetgeving, de regelgeving in de sector te verbeteren en op te voeren. Eergisteren hebben we dan in het parlement ook goedgekeurd gekregen wet productschappen. Heel belangrijk voor die sector is natuurlijk die ordening en die samenwerking binnen de sector, dat overleg binnen de sector. En om dat overleg te stimuleren, om dat overleg op te voeren, hebben wij de afgelopen periode ook een aantal platformen, waardeketens, die value chains geïnstalleerd. We hebben dus platform Cassava de afgelopen periode geïnstalleerd. We hebben platform export vegetable en fruit geïnstalleerd. Dus via SAMAP, LVP in samenwerking met SAMAP. Platform rijst is ook door de president in april, president van de Republiek Suriname, geïnstalleerd. En ik moet u zeggen dus dat dat overleg binnen de sector noodzakelijk is. Het is gebleken dat internationaal de landen die in staat zijn, ja, dus die sectoren, die agrarische sector te organiseren, ja, waar die sector dus georganiseerd is, dat die concurrentiekracht van die agrarische sector in die landen veel sterker is. Die samenwerking. Wij verliezen in feite veel door niet met elkaar samen te werken. Willen wij dus die verliezen voorkomen, dan moeten wij met elkaar samenwerken. We moeten overlegstructuren creëren. En in dat kader zijn we dus dan begonnen met het oprichten van die platformen. En heel belangrijk, we zijn ook bezig natuurlijk met die wetgeving. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat mensen die betrokken zijn, dichtbij die sectoren, dat die mensen getraind worden om die waardeketens te begeleiden, te stimuleren, te ontwikkelen. En in dat kader wordt er dan door SAMAP in samenwerking met LVV die 3-daagse training dus nu gedraaid. Wereldwijd wordt jaarlijks de Internationale Dag voor de Mentale Gezondheid gevierd. De bedoeling hiervan is om het bewustzijn rond de geestelijke gezondheid te vergroten. In Suriname is de Stichting Protege Mentale Zorg, Nikeri, een van de organisaties die actief is op dit gebied. De stichting organiseerde op zaterdag 8 oktober 2022 bij het event Plaza te Nikeri een workshop in verband met de eerder genoemde Internationale Dag. Gaan workshops geven, zodat mensen kunnen ervaren hoe ze zelf met simpele tips en tricks mentaal wel kunnen blijven. Want wij hebben mentaal welzijn en we mentale zorg. Zorg komt pas als je niet mentaal wel bent. Dus als je onrustig bent, je slaapt niet goed, je bent angstig, je bent te lang structureel verdrietig, dan zoek je hulp bij ons. En vandaag maken we mensen bewust van het is nodig. We moeten met z'n allen
aan mentale zorg gaan, want er wordt te weinig aandacht aan besteed. Thema vanuit de VN is mentale zorg een prioriteit voor een ieder. En vooral in de keer rondkijken weten we hoeveel suïcidegevallen we hebben, we houden ons hart vast, ook de pogers, maar ook nadien wat we krijgen, spijtbetuiging. Ik wil niet dood en in de transe allerlei dingen. Maar belangrijk is dat de mensen durven om hulp te zoeken en toegang te krijgen met geestelijke gezondheidsproblemen. Schroom er niet voor om hulp te zoeken, dat is belangrijk. Wees er niet bang om even ergens aan te kloppen bij een goede vriend, een vriendin, een kennis, wie je vertrouwt. Maar vaak is het zo, wat we merken is, mensen durven niet te uiten omdat ze bang zijn dat de zaken naar buiten gaan en dat ze uitgelachen zullen worden. Dat zijn de problemen die we hebben allemaal. So live, connect, learn and take notice of everything around you. Geweldige dag, directeur. Laat er regelmatig gebeuren. Ik ben als nummer 1 van het land en ik zorg ervoor dat ik mijn bijdrage lever aan mental health. En dat doe ik met tal van spirituele activiteiten, tal van religieuze activiteiten, tal van samenlevingsactiviteiten. Ja, natuurlijk. De dingen die te maken hebben met een stukje materiële genoegdoening, prijzen, koersen, die dingen zijn ook belangrijk. Maar daarmee krijg je een stukje materiële behoefte, bevrediging als ze opgelost zijn. Hier heb je de spirituele, waaronder mental health, dat is nog belangrijker. Dit kost een heleboel geld. Dit hoeft niet zoveel te kosten. Zoals ik eerder heb aangegeven. Door te praten met je ziel, door te praten met de ander, door goed te communiceren. En dat doen we vandaag hier, in deze sessie. Veel succes. We hebben iedereen nodig. We hebben gezonde mensen nodig. Met gezonde mensen hebben we een gezond land. Gezonde ontwikkeling. Een gezonde toekomst. En dat is waarvoor we allemaal hier aanwezig zijn. Veel succes! Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.